Tegenwoordig hebben vrijwel alle online boekmakers een cadeautje klaar liggen voor nieuwe klanten. Door gebruik te maken van deze zogeheten bonussen kun je jouw bankroll wat extra spekken, zonder daarbij extra geld in te hoeven leggen. Dat klinkt als gratis geld dus, maar is dat wel echt zo? Sommige boekmakers bieden nieuwe spelers een eerste stortingsbonus aan. Je ontvangt dan een percentage bovenop je eerste storting. Je eerste storting wordt bijvoorbeeld verdubbeld. Het voordeel hiervan is dat je een grotere bankroll hebt om mee te spelen. Het nadeel is het zogenoemde vrijspelen. Vaak moet je het gestorte bedrag en de bonus namelijk meermaals inzetten op bepaalde weddenschappen, voordat je het bedrag ook echt kunt laten uitbetalen. Voor wat hoort wat, zullen we maar zeggen. Andere boekmakers lokken nieuwe spelers met een risicovrije weddenschap. Als je weddenschap dan goed is, ontvang je direct je winnings. En is je weddenschap fout, dan krijg je jouw inzet terug. Let er wel op dat je vaak je inzet terugkrijgt als zijnde bonusgeld. Je zult het bedrag dus wel een aantal keer moeten rondspelen voordat je het echt terug hebt. Een ander populair lokkertje is de free bet. Boekmakers schenken je dan een gratis weddenschap zodra je aan bepaalde voorwaarden hebt voldaan. Bijvoorbeeld nadat je jouw eerste weddenschap hebt geplaatst. Bij een free bet mag je in feite een weddenschap plaatsen op de kosten van een boekmaker. De inzet kost je niks, maar daar staat tegenover dat je de inzet ook niet mag houden. Enkel de winst, als jouw weddenschap goed is, is voor jou. Boekmakers doen er dus veel aan om nieuwe klanten te trekken. Dit kan voor jou een handige en lucratieve manier zijn om je bankroll aan te vullen. Maar lees de kleine lettertjes altijd goed door, want soms zijn de voorwaarden zo extreem dat het haast onmogelijk is om eraan te voldoen. Op voetbalwedden.net worden alle populaire boekmakers en hun bonussen gereviewd door gelouterde wedders. Maak dus gebruik van deze kennis en laat je niet in de luren leggen door de boekmaker. Abonneer je op dit kanaal om nog meer te weten te komen over wedden op sport.